De taalkundige Renate de Bies is na een korte strijd tegen keelkanker op haar geboortedag 13 mei overleden. Als vooraanstaande taalkundige heeft ze een onschatbare bijdrage geleverd aan de bevordering van het Surinaams Nederlands. In 1994 behaalde de Bies haar doctoraat aan de Antwerpse Universitaire Instelling met een proefschrift over het Surinaams Nederlands. Dit vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder twee handelsuitgaven die belangrijke correcties en aanvullingen bevatten op eerdere werken. Haar werk werd breed erkend en gewaardeerd, vooral vanwege de diepgaande analyse en de nauwkeurige beschrijving van de taal. Naast haar academische activiteiten werkte ze ook als docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en was ze als decaan verbonden aan de faculteit der Humaniora. Als gepassioneerd voorstander van taalstandaardisatie heeft de Bies verschillende initiatieven ondernomen om dit te bevorderen. Ze redigeerde bundels, publiceerde woordenboeken en was actief betrokken bij verschillende taalcommissies. Bij haar overlijden was de Bies voorzitter van de commissie tot herziening van de Sranantongo-spelling. Een taak die haar laatste inspanningen op het gebied van taalstandaardisatie vertegenwoordigde. De Bies werd 77 jaar.